gas is natuurlijk niet meer van deze tijd. Almere Stad heeft geen gas, dus wij hadden echt een gastank staan op ons terrein. De oven moest vernieuwd worden en toen dachten we, laten we dan meteen elektrisch gaan cremeren. Het is een hele veilige oven, hij denkt ook voor ons. Dus op het moment dat we ingevoerd hebben, doet de oven eigenlijk alles zelf. Hij meet de druk in de oven, hij meet zuurstof in de oven. Hij geeft bij en haalt eraf wanneer dat nodig is. Dus de oven denkt echt helemaal zelf na. Volgens Natasja van Kampen wordt de gasoven na gebruik uitgezet om deze vervolgens de volgende dag weer te verhitten. Dat proces kost veel gas. Bij een elektrische crematieoven is dat niet nodig. De elektrische oven zal altijd aan zijn. 'S Avonds voordat je naar huis gaat, stel je een agenda in hoe laat je hem de volgende dag weer nodig hebt, zodat hij van tevoren alles kan gaan inregelen wat nodig is voor een crematieproces. Maar de oven blijft altijd op 600, 650 graden. Waardoor je niet continu stroom hoeft te trekken om de oven weer op te warmen. Hij blijft nu gewoon stabiel op een temperatuur. Verder is de duur van de crematie korter geworden. Bij een gasoven duurt die minimaal 2 uur. Bij een elektrische oven is dat een kwartier minder. Hierdoor is ook minder energie nodig. De getallen weet ik nog niet, want we zijn pas 2 weken aan het cremeren. Maar we zullen in de loop der tijd zien wat de besparing zal zijn. Maar in verhouding zal het zo zijn dat elektriciteit goedkoper is dan gas. Gas wordt natuurlijk, zoals we weten, steeds duurder en is ook lastiger om aan te komen. Ik denk dat met energie we goed doen, zeker voor het milieu, maar ook voor onze nabestaanden. Die het fijner vinden als we ze moeten cremeren, dus dan een elektrische oven. Dat idee is fijner, zeker ook voor het milieu, dan dat we een gasoven gebruiken. Het crematorium is van plan om zonnepanelen te plaatsen om zo eigen energie op te wekken. Daarmee kan het crematorium energie-neutraal worden.